De ditjes en de datjes. Ja. De ditjes en de datjes. Nou, we komen in het magazine Ditjes en de Datjes. Ik weet niet of je het kent. Onwijs leuk. Ja, Marstijn, kende jij het? Nee, sorry, ik kende het niet. De ditjes en de datjes. Maar ik ben benieuwd voor jullie. Wie kende de ditjes en de datjes, het magazine? Lees je het wel eens? Laat het hieronder even weten. Ja, nou, in ieder geval superleuk. We zijn dus gevraagd om met ons vakantiehuis daarin te komen. Om iets te vertellen over ons vakantiehuis als verhuurders zijnde. Dus er komen ook een aantal foto's bij en een leuk tekstje. En ze hebben dus een aantal vragen aan ons gesteld. Ja, maar wist jij hoe groot die oplage is van de ditjes en de datjes? Nou, ik was verrast. Ja. Ja, want hoeveel oplagen zijn er? 650.000. Per maand. Ja, dat is echt een miljoenen publiek bereiken ze. Dat stond er in het mailtje. Ja, er stond bij dat ze door 2 miljoen mensen wordt het gelezen. Dus nou, superleuk. Ja. Nou, in ieder geval, het leek ons leuk. We hadden dus een aantal vragen gekregen. Om deze ook gewoon met jullie te delen. Want het viel mij ook op dat in de loop der tijd ook een aantal vragen ook door jullie zijn gevraagd. En wellicht hebben die nooit beantwoord. Dus het is wel leuk om deze vraag te beantwoorden. Ja, dus eigenlijk heb je een sneak preview van wat er in het magazine gaat komen. Ja. En ik wil nog wel even een groot bedankje doen ook aan Mika Zoo. Want Mika Zoo heeft dit voor ons mogelijk gemaakt. Ja, echt. En ze zijn hier laatst ook langs geweest met heel het team en met een filmcrew. En hebben ze ons huis gebruikt als filmmateriaal voor hun website. En Mika Zoo, daar kun je je eigen vakantiehuis opzetten. Ja. En kun je het ook verhuren. Zij hebben dus ons gevraagd of voor ons geregeld van we zouden het heel erg leuk vinden als Nicole en Stijn met het Malacca Beach House in de ditjes en datjes komen. Dus ja, echt super. Super heel, bedankt. Ervoor. Heel erg leuk. We werken heel graag aan mee. En hier dus alvast een preview. Ja, ik heb de vragen hier. Dus ik ga een aantal stellen. Even kijken. Sinds wanneer is het vakantiehuis in jullie bezit? Nou, dat is een makkelijke. Ja. Dat is sinds april 2018. Ja, dat zeg jij wel zo makkelijk. Oh. Want we hadden het in oktober 2017 al getekend. Ja, dat klopt. We hebben nog 6 maanden moeten wachten. Ja. Dat wordt een te lang verhaal. Ja. Spaans gedoe. Maar april 2018... hadden we de sleutels. Stonden we daar met de sleutels. Dat moment vergeet ik nooit meer. Oh. Dus dat was heel mooi. Oké, waarom zijn jullie juist op dit vakantiehuis verliefd geworden? Nou ja, allereerst... De ligging. Ja, de ligging is van zin. We hadden altijd wel voor ogen om dicht aan het strand te wonen. En dit ligt dus 50 meter van het strand. Poeh. Dus ja, echt top. Het heeft een dakterras waarbij je dus de zee kan zien. Ook wel, toen we hier binnenkwamen hadden we ook al gelijk een goede vibe. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ik denk dat we iets van 16 huizen hier bezocht hebben. Maar ik heb ook wel, liepen we een huis in en dacht ik, hier wil ik echt niet wonen. Hier is iets gebeurd wat niet goed is. Ja. Maar we liepen dit huis in, eigenlijk deed die deur open en ik voelde een vibe en we dachten, deze gaan we kopen. Ja. En we hadden het huis nog niet helemaal gezien, maar het was meteen duidelijk, deze gaan we kopen. Ja. En wat ik nou zo bijzonder vind, is dat als je kijkt naar de gasten die hier zijn geweest, die hebben het allemaal over, er is zo'n lekkere vibe in het huis. Ja, dat is mooi hè? Ja, dat is echt heel erg leuk. Maar we dachten dat kun je niet kopen. Nee. Nee. Het hangt gewoon niet. Nee. En de locatie, dicht aan het strand, dat is leuk. Maar het ligt ook in een wijk waar wij dus verliefd op zijn geworden. Maar het heeft hier van alles. Het heeft hier heel veel gezelligheid. Voor de deur, visrestaurantjes waarbij je dus lekkere gegrilde vis van een barbecueboot kan eten. De sardientjes zijn hier echt famous, kan ik wel zeggen. Maar het is heel bijzonder. Hè? Je hebt dus een stok en daar gaan al die sardientjes op. Ja. En die zetten ze zo bij de barbecue. Dat is een hele grote barbecueboot. En die staan gewoon op het strand. Ja. Het is echt iets typisch van Malacca en dat gebeurt juist in onze wijk. Ja. En ook als je kijkt naar wat de Spanjaarden, de Malagueños over deze wijk zeggen, dit is hun lievelingswijk. Hè? Ja. Waar ze zeggen, woon je daar? Allemaal van die kleine bijtjes zo. Ja, en ook heel veel gezellige tentjes. Dus ik zeg dan even, als je naar rechts gaat, dan kom je echt de wijk Pedregalejo in. En daar heb je leuke koffiebarretjes. Het is een beetje een mix van authentieke visrestaurantjes en je ziet ook weer wat hippe barretjes. Ja. En die combinatie met de... We zitten net buiten de drukte. Hè? Dus daar heb je al restaurantjes. Hier is het rustig. Ga je de andere kant op. Daar heb je het centrum. Daar is de supermarkt. Daar heb je de shops. Heb je de winkels. De telefoonzaken. En allerlei gereedschapwinkels. Die hebben we tegenwoordig ook nodig. Nou, kortom, waar zijn in ieder geval. Zal ik een vraag aan jou stellen? Ja. Ja. Maar nog iets over de wijk. Ja. Het is allemaal van die bijtjes. En die zijn heel kindvriendelijk. Want het is heel ondiep water. Ja. Niet dat wij nog op dit moment kinderen hebben, maar voor de toekomst. Ja. Heel veel speeltoestellen op het strand. Ja. Ja, je begrijpt, wij zijn verliefd op deze wijk. De ligging. De ligging. Ja. Een andere vraag was, hoe hebben jullie het huis gevonden?
Hoe bedoelen ze dat? Oh, we hebben een hand. Gewoon, hoe zijn we überhaupt tot dit huis gekomen? En hoe we deze wijk ook ontdekt hebben. Ja. Nou, dat gaat wel weer even terug. In 2014 was het, zijn we gaan proefwonen. Ja. Zijn we 4 maanden, we zijn naar Malaga gegaan. Ja. En we dachten, we gaan de stad eens ontdekken. Ja. Toen zaten we net buiten Malaga. Ja. En toen hebben we deze wijk van Malaga hebben we toen ontdekt. En toen zeiden we van, oké, na die 4 maanden zijn we teruggegaan naar Nederland. Ja. En we zeiden van, als we teruggaan naar Malaga, dan willen we in die wijk willen we wonen. Willen we terug, ja. En toen zijn we na 2 jaar zijn we teruggekomen. Toen hebben we eerst nog 2,5 jaar gehuurd. Ja. We hebben in een appartement gezeten. Ook wel vlakbij hier eigenlijk. Ja. En toen zijn we vanuit daar de zoektocht gestart van, ja, nu willen we iets kopen. En wisten we ook dat het hier zou zijn. Ja, ja. En het grappige is, we hadden onszelf eigenlijk voor het blok gezet. We hadden een half jaar contract. En we hadden die opgezegd van, we gaan niet meer huren. Ja. Dus we wisten dat we na een half jaar eigenlijk, hoe noem je dat? Woningloos? Huisloos? Dakloos? Dakloos. Dakloos. We hadden er goed wat druk op gezet van, oké, dan moeten we ook echt iets gevonden. Het is wel bijzonder. Het is toen wel gelukt. Ja. Ja, heel cool. Uiteindelijk moesten we nog eens 6 maanden op de sleutel wachten. Maar we hadden getekend voor het einde van ons contract. Ja, mooi hè? Ja. Ja. Ja, deze ligt dan een beetje in dezelfde range. Maar waarom hebben jullie voor dit land en deze stad gekozen? Hmm. Want jij zegt net van, 2014. Maar het gaat eigenlijk nog een stukje verder terug. Ja, het komt allemaal door de reis die we zijn gaan maken in 2011, 2012. Toen zijn we 3 maanden naar Argentinië gegaan. Ja. En bij toeval was dat in de winterperiode van Nederland. Ja. Het was januari, februari, maart. Ja. En toen bleek het daar, daar heb ik me niet zo over nagedacht. Nee. Maar het bleek het daar natuurlijk zomer te zijn, want het ligt op het zuidelijke halfrond. Ja. Toen hebben we overwinterd. Ja. En dat hebben we zo heerlijk gevonden. Ja. Dat hebben we toen nog een keer gedaan, ook in Indonesië. Vonden we ook lekker dat warme klimaat. Ja. En toen hadden we wel zoiets van, het klinkt wellicht cliché, maar klimaat doet toch wel heel veel met je. Daar word je gewoon blij van. Dus wij dachten, waarom niet naar een warmer klimaat? En het grappige is dat het eigenlijk nog zelfs door puur een lijn te maken, dat we bij Malaga zijn uitgekomen. Want we hadden 18 uur, vonden we heel erg leuk, maar toch wel ver van familie, vrienden. En de tijdzone was ook niet zo handig met bellen. Dus we hebben eigenlijk een lijn naar beneden getrokken vanuit Nederland. En toen kwamen we bij Zuid-Spanje uit. En toen zagen we in een gids zagen we staan Malaga, de stad zonder winter. Ja. Toen dacht ik, dat is toch wel de moeite waard om te onderzoeken. En zo zijn we, en toen zijn we dus gaan proefwonen in 2014. Ja. En hebben we dus ervaren hoe lekker het is in januari, februari, maart. Of toen waren we in november, december tot en met maart. Ja. Het was heerlijk. Ja. 300 dagen per jaar hebben we zon in Malaga. Ja. En wat wellicht nog leuk is om te vertellen over de stad zelf, is dat het heeft een heel oud, mooi stadcentrum. Heel schoon. Ja, ja. Het is een haven in de buurt. Je hebt natuurlijk het strand. Je hebt de bergen achter je. Je hebt een stadspark. En alles is heel makkelijk te lopen. Dus dat is ook heel fijn. Ja, en Malaga ligt eigenlijk tussen de bergen. Dus daarachter liggen de bergen. En daardoor hebben we ook een microklimaat. Ja. Maar het bijzondere aan de stad is dat het ligt wel tussen de bergen. Maar het is helemaal vlak. Ja. Dus vanuit onze wijk kun je gewoon lopen of met de fiets naar Malaga. Terwijl het helemaal vlak is, ga je zo langs het strand. Ja. En dat is zo bijzonder aan de stad, dat het helemaal vlak is. Het is goed te lopen, compact. Ja, en wij als kitesurfers kunnen hier in de omgeving ook kitesurfen. En wat leuk is, op 2 uur rijden zit je gewoon in een skigebied. En dat is zo, we hebben al wat vrienden meegenomen naartoe. Die zeggen ook van, dit is bizar. Ja. In 2 uur zit je op 3300 meter hoogte in de Sierra Nevada. Dus dat hebben we ook al een paar keer gedaan. Ja, ja. Dus we kunnen ook snowboarden, skiën. Dus voor avonturiers zoals ons. We kunnen helemaal sporten, kunnen we hier helemaal in kwijt. Eentje van jou. Oké. Okay. Wat maakt jullie huis zo uniek? Ja. We gaan het over het huis hebben. We gaan het over het huis hebben, ja. Ja. Het huis hebben we dus in december 2018 helemaal compleet gerenoveerd. Dus we hebben het echt modern, beachstijlachtig ingericht. Dus je moet je voorstellen, we troffen het heel Spaans aan. Maar we wilden gewoon ook luxe inrichten. Nou, dat hebben we gedaan. Dus ik kan wel zeggen dat we echt wel aan alles gedacht hebben. Naast dat het er leuk, mooi uitziet, hebben we ook bijvoorbeeld gefilterd water. Weet je, hoef je niet met de zeulen met water. Ja, ook wel beter voor het milieu. Wat minder plastic. Ja. Ja. Maar je kunt gewoon uit de kraan drinken hier. Ja. Het wordt helemaal automatisch gefilterd met een machine. Ja. Is waanzinnig. Waanzinnig. We hebben verse koffie voor degenen die het lekker vinden. Ja. We hebben een bad en een douche. We hebben zelfs buiten een warme douche. Ja. Ook lekker in de patio.
We hebben een dakterras, heel groot dakterras met lichtstoeltjes, allerlei leuke zitjes. What else? Ja. Heerlijke bedden. Ja. We hebben extra geïnvesteerd in de bedden. We weten hoe belangrijk slaap is. En oh, wat liggen die heerlijk. Ja. En je komt echt uitgerust uit je bed. Ja. Dus dat is ook... We hebben op die dingen hebben we gewoon allemaal gelet. Dat is iets wat we van onze gasten terug krijgen. Ja, ja. Als je het trouwens leuk vindt om wat foto's te zien... dan zullen we even onder de video ook een link zetten naar onze website van het vakantiehuis. Ja. Daar kun je zeg maar alles zien, alle ruimtes... Het is heel simpel, de website malakabeachhouse.com. Ja. Daar kun je alles vinden, ook de foto's. En mocht je interesse hebben, kun je natuurlijk contact met ons opnemen. En waar we ook nog aan gedacht hebben. In het huis. We hebben inmiddels... We denken dat het huis heel erg geschikt is voor kinderen. Maar voor gezinnen. En de omgeving inderdaad. Het is echt voor gezinnen inderdaad. Ja. Dus wat we inmiddels hebben, zijn twee... kinderzitjes, twee campingbedjes, een commode, twee kinderzitjes voor op de fietsen. Want we hebben ook twee fietsen waar we de gasten gebruik van kunnen maken. Dus in feite zijn... Ja, dus die eerste kinderzitjes bedoelde je die hoge stoelen? Ja, die hoge stoelen. Dus voor de high chair voor de children, voor de kinderen inderdaad. Dus wij kunnen gaan beginnen aan kinderen volgens mij. We hebben de hele outset voor kinderen al. Alleen de kinderen ontbreken nog. Die laten nog als gasten binnenkomen. Maar goed. En dan wat we zeiden, de wijken met de speeltoestellen op het strand. De zee die ondiep is door de bijtjes. Ja. Echt waanzinnig. Echt heel kindvriendelijk. Want je loopt eigenlijk vanuit ons huis zo de boulevard op. Het is hier zeg maar, noem je dat peatonaal? Noem je dat? Autovrije straat. Ja. Dus volgende vraag. Zal ik die aan jou stellen? Zijn jullie zelf vaak in het vakantiehuis? Oh ja, goede vraag. Aantal maanden per jaar. We moeten er wel bij zeggen dat we het wel echt van tevoren moeten blokkeren. Want anders is het verhuurd. Ja. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee dat het zo goed verhuurt. Ja. We moeten het blokkeren. Ja. En dan genieten we er zo ontzettend van. Net als nu, heerlijk. Ja. Ja. En sinds wanneer verhuren we het vakantiehuis? December 2018. Ja. Ja, toen zijn we begonnen. Ook wel een grappig verhaal. Hè? Op de vrijdag voor kerst gingen we naar huis. Toen was het helemaal af, net af. We waren om 10:00 s'avonds klaar. Helemaal uitgeput. Ja. We vliegen naar Nederland. Toen hebben we iedere ochtend eraan gewerkt om het op die websites alle te krijgen. Platforms. Zoals Mikazoo, als Airbnb en Booking. En toen was het tweede kerstdag. Toen was jij aan het douchen. Ja. En ik keek op mijn telefoon en poem, een booking. Wow, voor die nacht nog. Vier mensen. Oh, maar we hebben nog helemaal geen gids. Nee. hoe krijgen ze de deur open? Ja. Die ochtend alles in elkaar lopen tikken nog. Ja. En de mensen hebben een heerlijk verblijf gehad. Die hebben een heerlijke kerst en oud en nieuw gevierd. Was ook gelijk weer de test inderdaad van lukt dat op afstand? Ja. Nou, dat is allemaal gelukt. Dus super tof. Ja. Waarom zijn we gaan verhuren? Verschillende redenen. Gewoon, we willen de Spaanse lifestyle die wij hier hebben ervaren, de wijk, hoe het leven hier is, dat willen we gewoon heel graag met mensen delen, wellicht met jou. Ja. En natuurlijk ook de extra verdiensten die het oplevert, want wij houden heel erg van reizen en dat kunnen we daardoor nog makkelijker gewoon doen. Ja. Dat maakt het huis mogelijk voor ons. Ja, dat is mooi hè? Ja. Ja. En dan tot slot nog de laatste vraag. Wat zijn jullie ervaringen met het verhuren? Ja. Nou, heel goed. Ik kan niets anders zeggen dan... Sinds december 2018 hebben we heel veel leuke, mooie gasten mogen ontvangen. En over het algemeen hebben ze ook allemaal netjes achtergelaten. Ja. Weet je, tuurlijk, de een laat het picobello achter. De ander denk je, nou, dat had beter gekund. Ja. Maar ja, goed. Maar uiteindelijk is het als onze caretaker die je weer schoonmaakt... Dan heb je gewoon weer je huis weer terug, zeg maar. Ja, maar het is niet dat je dat ze dingen lopen te slopen of zo. Daar zijn mensen altijd bang voor. Ja. Dat is het nu totaal niet. We hebben nu een jaar verhuurd. Ja. En het is meer wat onderhoud wat je ook zelf zou hebben als je zelf er zou wonen. Ja, nou, ik vind echt dat het er goed uitziet na drie kwart jaar. Ja. En verder, we hebben, wat ik ook wel heel erg leuk vind, is dat mensen ook zo oprecht genieten van dit plekje. En dat is dan ook wel waar daar, we het doen. Daar krijg ik vaak kippenvel van. Als ik dan, het is altijd spannend, moet ik ook wel zeggen. Ja. Op het moment van, wel, wat voor review gaan ze achterlaten? En dan komt er een review binnen. En dan, ik heb echt al wel echt een paar keer tranen in mijn oog gehad.
dat ik het echt heel mooi vond. Dus ja, de reviews zijn ook op de website te lezen. Ja, beachhouse.com. Ja, inmiddels hebben we er al meer dan 20. Dus sowieso gasten, als de gasten zitten te kijken, aantal van jullie. Dankjewel. Zijn ook superhost geworden. Superhost op Airbnb. Ja. Ja. Dus het is wel heel, heel tof. Dus al met al heel erg leuk. Ja. Ja. Nou, dit waren de vragen. We vonden het leuk om met jullie te delen. Mochten jullie nou ook nog vragen hebben, misschien binnen over Malacca Beach House, laat het eventjes weten in een reactie. Ja. En vond je dit nu een leuke video, dan even thumbs up. Altijd leuk. Ja. Ja, dat was het volgens mij. Ja. Ik kijk uit naar het blad, de ditjes en datjes. Ja, ik ook. Ditjes en datjes. Wij staan in de rij. Natuurlijk. Ja, dus als... Nou, onze ouders dan. Oh, nee, ik denk niet dat het in Spanje ligt. Ja. We komen dat misschien wel liggen, want straks zit je iedere maand te kijken, hey, wanneer staan ze nou in, maar... Weet je wanneer? Januari. Oh, januari. Januari 2020. Dus, dat is het idee. Zoals het, ja, als het goed is. Dus, nou. We zijn benieuwd. Oké. Okay. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oké. Hey. Ciao. Ciao.